It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag ga ik een keer GTA race. Ik ben hier vandaag met Ivar. Yo, what up? Oké, we gaan beginnen in 3, 2, 1, go! We gaan gewoon eventjes een keer lekker GTA uploaden. Maar mocht je natuurlijk een keer een serie willen zien van GTA op mijn kanaal, laat dan even weten in de comments. Laat dan ook gelijk eventjes een leuke naam achter voor een serie of zo, toch? Zoiets? Ja, een idee. Au, what the fuck? Holy shit, wat is dit? Nou, het is wel echt een crazy wallride. Maar hij is te makkelijk. Ja, maar ik reed er tegenaan en toen bakte ik terug. Nou, lol, in ieder geval, je werd dus geholpen daar zo. Dat kan. Wie? Nee, je werd geholpen, want je kan er niet overheen vliegen, want je hebt van die banden aan de zijkant. Ja, in principe wel, ja. Want daardoor Wat is dit? Wat is dit? Weet ik niet, ik rij achter hier. What the fuck? Niet te zacht, Chester. Oh my god. It's Chester. Oh, let's go, ik heb de checkpoint. Ik weet niet hoe ik hem heb, maar... Ik niet, ik ben gefaald. Maar daar ben je van me gewend. Nou joh, kan gebeuren. Maar ik zag... Het zijn 5 laps, holy shit. Ja, ik wou net zeggen, ik zag iets van 5 laps. Maar ja, dat snap ik wel als jij... Nou, eigenlijk is hier nog iemand anders bij. Hij heet Gert-Jan, alleen die werd net... teruggeroepen. Ja, mocht voor mij niet. Ik weet niet wat er was. I don't know. Daarom hebben we ook eventjes... Het zijn nu maar 2 races. 3. Oh, zijn er nog steeds 3? Ja. Je waren dus net 4, alleen we hebben eentje gedaan. Die moesten we eruit knippen, omdat Gert-Jan opeens midden in de opname weg moest. Maar Ivar, ik ga je lappen, man. Ja, dat snap ik. Nou, het is nu maar met 2 man, maar als jullie misschien ook mee willen... Nee, ik faal hem. Niet falen, Chester. Ik haal de checkpoint niet eens. Ik heb dat ding, maar dan krijg fucking ik de checkpoint hell niet. Hey, span, ik val echt precies op een plek waar niemand valt altijd. Oh, heb je de checkpoint niet? Nee. Lol. Nou, zo lol vind ik dat eigenlijk niet. Huh? Oh, dit ga ik nou nooit meer redden. Kut, ik moet weer respawnen. Fuckzak. Yes, ik heb hem eindelijk. Nou, GG. Ja, werd eens tijd, jongen. Honden pleuren, sorry. Oké, nu moet ik hem nog een keer halen. Let's go. Kom op. Nou, ik denk nog wel vaker dan 1 keer. Ja, nu, ik heb hem na 2 keer gefaald. Oké, nu heb ik hem als goed is weer. Yep, let's go. Maar vanaf vandaag, als jullie deze video kijken, mag ik natuurlijk vuurwerk kopen. Het is vandaag de 29e als je dit kijkt. Oh, ik wou net zeggen. Ja, ik heb het morgen toch? Dacht al, wat zeg jij nou weer? Nee, vandaag is de 28e. Het is vandaag maandag dat ik dit opneem. Yes. Oh, ik sta stil op die walrijd. Het is ineens echt een walrijd. Ik weet niet wat het is. Het is meer een brug over een brug. Maar ja. Het is onmogelijk om Ivan nog te lappen, maar tenzij hij nu faalt. Nee, ik heb hem nou wel. Oké, maar zo. Ik hoop dat jij hem faalt. Nou, aardig van je. Nou, ja. Misschien kunnen we ook een serie met jullie kijkers doen, dat ik en Ivan tegen jullie race of zo. Ik weet niet. Het is een beetje genakt. Ja, maar als ze dat willen. Ja. Kom op auto. Oh my god! Ja. Toe. Oh my god, it's Ivar. Ja, nou completed. Kak, ik maak alleen eventjes. Kak! Ik alleen de checkpoint. Daar die bal. Oké, ik heb hem. Oké, nu ga ik weer achter je aankomen, Ivar. Dat is niet zo moeilijk. Ik heb toch DNF. Nou hoor, ik wacht wel op je bij de finish. Oh. Zo aardig ben ik wel. Ik ga nu mijn ene laatste lap, lap 4. Ja, ik val dan en ik reed er weer eens af zoals Rita dat altijd doet. Nou, jij bent oh my god. It's Chester. Nee, dat laten we aan iemand anders over die dat zei. Oh nee! Please! Ik ruik het laatste stukje rijdt er af waar ik er niet doorheen kan. Ja, dat had ik dus ook. For fuck's sake. Wacht, jij kan me nog inhalen als je deze in 1 keer haalt. Dus ik moet even doorrijden. En ik heb hem. Ik heb echt te veel geluk gewoon. Ja, dat weten we. Ik heb echt... Jongens, jullie hebben het gezien. Ik was de video morgen terugkijken. Je ziet wat voor geluk ik heb. Als ik hem nu had gevallen, had je me namelijk ingehaald. Ben je nu ook in level 4 trouwens? Ja. Oké, dus dan moet ik echt even haast maken. Maar of niet. Ik wacht ook gewoon voor jou hoor, bij de finish.
Maar het wil wel gewoon eerst worden. Wie? Ik. Oh ja, ik snap je. Let's go, ik heb hem nu in first try, dus als je hem nu nog inhaalt vind ik het knap. Tenzij mijn auto opeens uitvalt of mijn controle leeg is, maar... Maar dat mag. I don't know. Dan heb ik hier nog een andere controle liggen die ik snel kan pakken. Ik ook. Maar die van mij hangt als het goed is aan opladen. Ja? Oh nee, niet. Normaal gesproken hangt hij altijd aan de opladen. Die slippe auto, goed zo. Ik heb, ja. Ik ben hier, als ik dit ding heb gehaald, ben ik bij de finish dus. Ja, ik moet hem nog een keer. Laatste ronde. Denk je dat ik kan finishen dat je dan nog haalt? Ik denk het niet. Oké, dan wacht ik 10 seconden bij de finish. Ik weet niet hoe, als ik alles in één keer haal, dan wel, maar... Ah, ik leg op mijn kop, dus het scheelt ook wel weer tijd, dus... Neem ik hier naar beneden. Dat klinkt positief. Freefall! Poef! Ik ga er nu naartoe. Oké, hier is de finish. Dus ik wacht 10 seconden op je, oké? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik ga finishen. Ik ga nu naar beneden. Oké, mooi zo. Jongens, wacht even tot Ivo raced of finished. Dat heeft hij al gedaan waarschijnlijk. Nee, bijna. In 3, 2, ik hoor dat geluid al dat je hem gefinished. Oh ja, ping. Hij is nu gefinished. Jongens, we gaan zo meteen dus op voor ons race nummer 3, maar voor jullie race nummer 2. Welkom terug bij race nummer 2. Zoals jullie zien is het een motorrace, dus ik ben er niet heel erg slecht in. Jij, Ivar? Nee, op zich niet. Dus, ik trap wat moet gebeuren. Ja, true that. Ik had laatst, ik denk dat het een maandje geleden was of zo. Toen had een vriend van mij een race gedownload. Er was een wallride, weet je, bij die golfbaan. Ja. Met motors, met Sanchez. Die is wel lastig. Oh, gaan we op haar opblazen? Nee, hè? Nee. Hij is standaard op GTA. Ik dacht van, nou, misschien hebben we het nodig. Ja, maar ik denk dat we boosters nodig hebben straks. Ik laat het gewoon staan, maar waarom zou je elkaar opblazen? Dat is niet nodig. Ah, als ik altijd met vrienden ga zitten, zeg ik altijd GTA aan. Dan gaan we elkaar gewoon helemaal... Waarom moet terroriseren met sticky bom. En ik ga tegen een paal aan. Goh, kom op. Fucking hell. Jezus, wat is dit van retard race? Elke keer draaien. Dat hadden we gisteren ook een paar keer hoor. Ja. Die trollrace van Beer en Thibaut. Ja, echt draaien. Die van Beer was nog wel leuk, want dan moet je echt nadenken waar je heen gaat. Ja, klopt. Ben je gepleurd? Oh, het leek net of je gepleurd was. Moet je het vliegveld in? Hè? Moet je het vliegveld in? Oh kak, ik rij op het dak. Oh boy. Oh kak. Oh. Ik zag die checkpoint echt te laat daar. Ja, ik ook. Ik kan allebei tegen die muur aan. Doe je niet te hard gaan. Op de scheidingen, Stoop. Dit is echt een kutrace. Dit ook. Oh, ik dacht... Jezus! Ik dacht ik ga ergens tegen haar rijden of zo. Ja, ik ook, maar ik ging gewoon volle speed erin. Ik dacht, YOLO. Ja, ik wist dat jij dat waarschijnlijk zou doen. Dus ik dacht, ik ga rustiger, kak. Ben je gecrashed? Nee, maar jij hebt... Nee, ik heb de checkpoint niet gemist, want ik ging echt vlak erlangs gewoon. Oh, ja, ik had hem ook. Maar ik dacht dat ik hem had gemist. En ik ging er alsnog heen. Dat kan. Ja, dat kan inderdaad. Even kijken. Oh, wat moet ik hier doen? Nee, ik slag niet te hard gaan, niet te hard gaan dadelijk. Ik gun het je. Oh, wat? Ik gun het je, jongen, anders had je daar doodgepleurd tegen de dingen. Tot altijd. Oké, wat moet ik hier doen? Gewoon de weg op weer? Ja, oké. Weg gaan? Oh. Ja, je moet gewoon de weg op dadelijk. Dan krijgen we hier weer iets. Oh, kak. Ik rijd te ver. Zoals gewoonlijk. Ik dacht helemaal geen ingang van de weg. Oh, dan konden die kakbuizen van jou. Hè? Je hebt overal van die kakbuizen neergelegd. Oh, let's go. Ik heb het hek al voor je opengemaakt, dus je hebt geluk, ouwe. Waarschijnlijk is die weer dicht tegen de tijd dat ik er ben. Welke hek heb je opengemaakt dan? Tegen de muur aan. Moet je daar overheen of ga je er door? Nee, je moet echt door dat hek heen, anders kan je er niet komen. Kijk, ik ben bij lap 2. What the fuck is dit van
Een ratio? Jij hebt ze uitgekozen! Ja. Oh, ik rijd tegen een paal aan, for fuck's sake. Maar ik alweer? Ja, ik word aangetrokken door palen, lijkt het dan. Laat ik dat maar op een... Ja, op een GTA manier. Op een goede manier opvatten. Fuck je, Eva, echt waar. Klootzak, jongen. Ja, het klinkt raar, hoor. Iemand tegen jou zei, ik voel me aangetrokken door palen, ja. Ja, niet zulke palen die jij bedoelt. Ja, toch wel een lantaarnpalen, man. Oh ja, nou, kijk, daar knap ik nog wel eens tegenaan in races. Ja, maar daar had ik het over. Ik weet niet waarom jij nou weer dacht. Nee, Chester. Oh, wat? Die was wel mooi, hè? Ja, ik schrok. Nou, gisteren ging ik hiervoor even een andere race met motors. En toen was het begin dat je gelijk, laat maar zeggen, naar rechts moet. En Ivar die kwam echt keihard tegen mij aan. Waardoor ik dood ging en Ivar zo van, fuck you, en ik bleef gewoon leven. Weet je nog? Nee. Je was die ene toen. We hebben zo dat jij overleden en ik ging dood. Nee, we hadden het allebei ik ging ook dood. Oh. Ik dacht dat je het overleefd had. Ah, ik ga nu ook dood. Ik niet, dus dit wordt een easy win voor mij, man. Ah, ik ga niet dood, ik heb de checkpoint alsnog. Oh, deze skills. Ik was alleen van mijn motor afgeflikkerd. Je moet eigenlijk, je weet wel, toen jij dacht dat je net de checkpoint gemist had. Ja. Dan moet je gliden, hè? Ja, I know. Oh, ja, ik ging er gewoon lang, laat me zeggen. Ik krijg lekker hard hier zo. Hard gaan. En hier had ik niet hard moeten gaan, fuck! Nee, daar had je hashtag zag gaan moeten doen. Oh shit, je weet waar ik zit zeker. Nee, oh ja. Hashtag zag gaan, hè, Chester? Ja. Ik snap hem. Oh, mooi. Ik sla al die schansen over. Ah, oh, fuck are you. Ja, waarom zou ik ze allemaal nemen als ik ze niet hoef te nemen? I don't know. Ik had een hoop tijd anders. Sure, oh, ja. Hier moet je door het hek heen. Was dat hek trouwens net nog open voor jou, nee, of niet? Dat respawnt gelijk zeker. Kak. Grap je motor. Ik ben echt zo'n retard, hè. Is dat je het zelf zegt? Oh, hier is de finish. Zal ik wachten? Ah, dat mag. Ligt eraan waar je rijdt. Rij, kijk, ik wacht met 10 seconden op je, oké? Okay? Nou, dan haal ik hem nog niet. 10. Ik ga dood. 9. 8. Ik lig 7, bij dat water, zeg maar. Ik lig 6, op mijn smol. 5. 4. En dat is gewoon direct opgeven, want dat haal ik toch never. Jawel. Nee, want dit vind ik echt dit doorrijdt, hou het makkelijk. Ja, ik vind het echt een kutstuk. Kijk, Ivar, je hebt 30 seconden de tijd. Kom. Let's do it. Kom op, Ivar. Doe het! Yes! Yes! Doe het! Oké, let's go. Jongens. Oh mijn god. Tot de volgende race. Dus ja, welkom tot zo. Welkom terug bij de laatste race. Dit is een sportcar race. Dus ik heb mijn Jesse erbij gepakt. Welke heb jij erbij gepakt, Ivar? De snelste auto in de race voor, heb ik gehoord. Ben je serieus? Een DLC auto, ja. Maar wat is dit dan? Nee. The fuck? De retard. Nou, dit is in ieder geval heel boeiend. Wat? Kak! Ik moet respawnen. Yo, je auto gaat lekker, man. Ik hoor het. Oh, je moet helemaal niet daarheen. Dag. Oh, echt? Oh, dit is zo'n Trackmania race. Wat? Oh, en dan kom je er zo weer in. Ah. Oké, nu moeten we door al de boeiende boeien heen. Nou, ik niet, want ik val in hem. Let's go. Ik val zelfs de makkelijkste ding. Dit zo. Is... moeten we hier naar rechts? Nou ja, ik heb een excuus waarom het zo slecht gaat. Ja, je auto. Nee, mijn vermoeidheid. Dan. Wat? Mijn vermoeidheid. Oh ja, Ivor is een nachtje doorgegaan. Nu slaap ik ook niet het langst in de vakantie. Alhoewel ik vandaag pas om 12:30 wakker was, 1 uur. Ik sta gewoon. Zal ik je even helpen, Ivar? Hè? Ik help je wel even, wacht. Ja, help me. Ja. Huppakee, gewoon beuken, joh. Zo, dat, dan gaan we weer naar deze wal rijden. Nee. Ik
Ik sta nou rechtop. Wat de fuck is dit? Of niet? Wat een kutboeien. Ja, ik faal hem. Oké, ik moet respawnen. Fuck. Oh, ik ben er nog niet eens zo ver. Ik heb je bijna gelapt, denk ik. Ja, dat geloof ik zo. Want ik weet niet wie zo'n scheidrace heeft bedacht. Heb je gelapt? Nee. Oh. Ja, is wel leuk, want je moet echt door die boei heen breken. Zo, ik ben er weer doorheen. Oh ja, mijn auto die komt er niet doorheen. Ja, jij hebt zogenaamd de snelste auto, zei je. Ja, maar niet de sterkste. Nee, de Jester is ook een sloom ding. Of niet sloom, maar... Ik ben er eindelijk door. Hè? Ik ben er eindelijk door. Ja, ik ook al twee keer. In de tijd dat jij er één keer doorheen moet, ben ik al twee keer doorheen gegaan. Ja, zo. Bad boy, hè? Ah, bad boy. Ik ben letterlijk een bad boy als je snijpt over de hoelang snaap. Ik niet. Nee, logisch hè, als je om... niet gaat slapen. Ik wou zeggen, logisch als je om een bepaalde tijd gaat slapen, maar ja, je slaapt niet. Ivar, eerste finish, zou ik een DNF geven? Ah, dat kan. Ik weet niet hoe ver ik nog moet. Kan ik er langs rijden? Nee, ik kan niet langs rijden. Ivar, succes! Je kan het niet. Nee, dat kan ik niet. Oh, jij hebt echt deze ook nog. Hè? Huh? Heb je deze serieus? Ja, die beukt toch nergens doorheen, man? Dit is de sterkste, dit is de snelste auto. Dit is een DLC-auto. Ja, van die laatste Criminals en nog wat update. Ja. Kijk, alleen dat ding gaat niet achteruit ofzo. Ik weet niet wat dat is. Ja, logisch als dat boeien tegen je aandrukken. Ja, maar er stond niks achter me. Oh, mijn beeld wel. Nou ja, boeien. Boeien. Jongens, mocht je nou iets hebben van deze video, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Check Ivers kanaal hier beneden in de beschrijving. En sub even op hem. Laat natuurlijk ook even achter wat we weer moeten doen. Met GTA. En Ivar, wil jij nog wat zeggen? Bedankt voor het kijken, abonneer op mij. En tot de volgende keer, mensen. Ja, jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Doei!